Wat blijft er over van het Zeeland Nazomerfestival na wegvallen subsidie? Het is vrijdag 7 augustus. Dit is Zeeland Nu. Festival moet fors snijden in aanbod voorstellingen. Zitten en naam opgeven, dan pas eten en drinken. En Amerikaanse ambassadeur ontdekt Zeeland per fiets. Goedenavond. Wat blijft er volgend jaar over van het Zeeland Nazomerfestival? Theaterproductiehuis Zeelandia, dat het festival organiseert, raakte deze week een groot deel van de subsidie kwijt. En wanneer dat gat niet wordt opgevuld, dan valt het grootste gedeelte van de programmering weg. Het is uiterst onzeker of we vanaf volgend jaar deze bijzondere buitenproducties en optredens op het Abdijplein nog terug zullen zien. Theaterhuis Zeelandia, producent van het Zeeland Nazomerfestival, verliest 600.000 euro subsidie vanuit het Fonds Podiumkunsten. Het fonds vindt het ZNF wel de moeite waard, maar heeft geen geld genoeg om de aanvraag te honoreren. Zonder dat geld blijft er van het festival weinig over. Ik denk dat we dan alleen bij wijze van spreken nog de reisvoorstellingen kunnen doen. Maar dat grootste deel van het Zeeland Nazomerfestival wegvalt. En in ieder geval het festivalhart. Dat is het eerste wat we dan weg zullen bezuinigen. Omdat daar ook veel mensen van ons aanwerken. Ja, en als je moet bezuinigen moet je ook mensen gedeeltelijk ontslaan. En dan is dat voor het grootste deel festivalhart. Zodat we dan misschien een aantal locatievoorstellingen kunnen behouden. Maar ook in hele afgeslankte vorm. Naast het Fonds Podiumkunsten is de provincie Zeeland de grootste geldschieter van het ZNF. Maar die voelt zich vooralsnog niet geroepen om het ontbrekende bedrag bij te leggen. Die kans acht ik niet reëel. Dat zijn echt forse bedragen die wij ook niet zomaar hebben liggen. Het zal dan echt moeten komen uit met elkaar vaststellen wat wil je behouden. Welke waarden van het festival zijn zo belangrijk voor Zeeland dat je bereid bent daarin te blijven investeren. En wat ik al zeg, dan blijft het misschien niet wat het was, wordt het anders. Maar ik zeg altijd, anders wil niet altijd zeggen dat het slechter wordt, maar wel anders. Een gezamenlijke lobby moet Den Haag ervan overtuigen om toch meer geld te geven aan het fonds, om het vervolgens aan het ZNF te geven. Ook moet de huidige verdeling van het geld tegen het licht gehouden worden. De grote steden slokken in verhouding veel meer geld op dan de regio's. Dat moet anders. Aan de andere kant wil ik oppassen van er mag niks naar de Randstad. Want die verhoudingen zijn ook anders. Er wonen veel meer mensen, er zijn veel meer cultuurinstellingen. Dus het is logisch dat daar ook andere percentages en andere verhoudingen zijn. Alleen nu dreigen de regio's helemaal te verdwijnen. En inderdaad, daar zou nou gekeken moeten worden. Ik gun de Randstad wat ze krijgt, hoor me wel. Maar ik vind ook dat de regio's het behoren te krijgen. En zeker als je kijkt naar mensen die heroverwegen van nou, ligt mijn toekomstige woonplek niet buiten de Randstad, in die regio's. Maar die mensen willen ook wel cultuur beleven. En daarom vind ik het zo gek eigenlijk dat die regio's er nu zo bekaaid afkomen. Want het staat in contrast met toekomstige ontwikkelingen. Zeeland heeft op het gebied van kunst de laatste tijd al veel geld gekregen. Het Zeeuws Museum en de Vleeshal kregen honderdduizenden euro's toebedeeld. Toch denkt Schouten dat een lobby in Den Haag kans maakt. Ik denk dat het met een harde vuist op tafel slaan vanuit de politiek hier, dan ga ik ervan uit dat het allemaal goed komt. We hebben binnenkort met de gedeputeerde cultuur uit heel Nederland overleg. We hebben ook regelmatig overleg met de minister. Ja, dit zijn echt wel zaken die ik daar ook op tafel ga leggen. En de lobby is al op gang gekomen. Het CDA in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld en dringt er bij de minister op aan dat de subsidies beter over het land moeten worden verspreid. En dan gaan we naar Ellen Nieuwenhuizen. Ellen, gisteren was er een persconferentie van premier Rutte, sinds lange tijd weer. En hij kondigde nieuwe maatregelen af, vooral voor de horeca. Ja, die moeten vanaf nu echt weer zo'n checkgesprek bij de deur voeren. Waarbij ze dus naar de gezondheid van mensen vragen. En ze moeten de gegevens van hun gasten noteren. Want als dan uit bron- of contactonderzoek van de GGD blijkt dat meerdere besmettingen naar een café of een restaurant te herleiden zijn, dan moeten die dus 2 weken dicht. En de Koninklijke Horeca Nederland die vindt de nieuwe regels te streng, omdat ze vinden dat dat veel extra werk oplevert. We snappen natuurlijk alles wat nodig is om verdere verspreiding te voorkomen. Aan de andere kant, de horeca is de partij die met 4% helemaal onderaan het lijstje staat van het aantal besmettingen. Daar waar bij de feestjes, de familieverbanden en de werkgevers dat per saldo 80% is. De branchevereniging vindt daarom ook dat ze te snel, te zwaar ook beboet worden. Zeker in vergelijking met particulieren die veel minder snel beboet worden. Vandaag bleek ook dat een restaurant in Renesse de deur heeft gesloten nadat een personeelslid besmet was met het coronavirus. Het personeel moet nu 2 weken in quarantaine en de gasten, daar wordt contact mee opgenomen. Oké, tot zover de besmettingen. Nu blijft het naar verwachting tot ver volgende week mooi en warm weer.
Waar moet ik rekening mee houden als ik de komende dagen een terrasje wil bezoeken? Ja, zeker met die hittegolf, die vanaf zondag waarschijnlijk een feit is. Als je nu naar de terras wil, dan hoef je komend weekend hoef je eigenlijk toch niet. Dan gelden de nieuwe regels nog niet. Maar het kan geen kwaad om er toch alvast eens een blik op te werpen. Want bepaalde restaurants, zoals Strandpaviljoen Pier 7 in Vlissingen, die hanteren de nieuwe regels nu wel al. We moeten alles registreren, zoals u weet. Dus uw achternaam. Wij zijn er vandaag ook gelijk mee begonnen toen we het gisteravond hebben gehoord. Hebben we bedacht hoe we het willen gaan doen. Vandaag heb ik al iemand aangenomen die morgen gaat starten om heel deze week hier rond te gaan lopen. En niks anders doet dan gegevens noteren en mensen een plaats geven. Want wij doen het dan liever maar gewoon gelijk goed. In plaats van dat het half werk is en de gasten ook niet weten waar ze aan toe zijn. Wat hebben wij gedaan? Ja, dat vind ik in deze tijd ook niet meer normaal. En als de horeca dat goed moet, wil blijven draaien. En mensen willen dat gewoon ergens een hapje gaan eten. En dan vind ik gewoon dat het wel een hele normale zaak is dat je gewoon je gegevens achterlaat. Ja, niet iedereen reageert zo begripvol. De mensen die niet hun gegevens wilden achterlaten, die werden verzocht om ergens anders te gaan eten. Want het is aan een restaurant zelf om te bepalen wat je doet met de mensen die niet mee willen werken. Oké, kan ik de regels nog ergens terugvinden? Ja, je kan dan even kijken op onze website omroepzeeland.nl. En daar vind je een overzichtsartikel met alle regels. Ellen, dankjewel. Piet Hoekstra, ambassadeur van de Verenigde Staten, fietste deze week door alle provincies van Nederland. En vandaag was hij in Zeeland. Wel met een verkeerd bidon uit Friesland, waar hij namelijk is gestart. En de tocht vandaag eindigde bij Mode de Hoop in Sint-Philipsland, waar hij een rondleiding kreeg. Ach, wij willen, het is prachtig om Nederland te zien. Ik moet as veel. I need to learn as much about the Netherlands as I can. And no better way to see the Netherlands than on a bike. Na de korte stop ging Hoekstra terug naar Den Haag, dit keer per auto. De windparken Borselen 3 en 4 voor de kust van Westkapelle leveren sinds vanmorgen stroom aan het vasteland. Op dit moment zijn 36 van de 77 stroomturbines geïnstalleerd en de eerste leverde vanmorgen zijn eerste stroom. Het is de bedoeling dat er vanaf nu iedere dag een molen bij komt die stroom levert. In oktober is het project klaar en kunnen de windparken aan 825.000 huishoudens stroom leveren. De 40-jarige man die in september zijn begeleider van Emergis in zijn buik stak, wordt verdacht van poging tot doodslag. Tegen hem is nu TBS met dwangverpleging geëist. Uit psychiatrisch onderzoek is gebleken dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De 20-jarige Omar El Nahas uit Terneuzen is nu nog student aan de HZ, maar heeft een grenzeloze ambitie. Zijn plan is namelijk om op zijn 40ste al met pensioen te gaan. En om dat doel te bereiken moet zijn net opgerichte bedrijf over 5 jaar al succesvol zijn. Om mijn 25ste wil ik eigenlijk gewoon een solide start gemaakt hebben met hetgene wat ik echt wil doen. Dus dat is een eigen bedrijf hebben, hopelijk mensen in dienst hebben. En gewoon dat ik straks genoeg verdien om rond te komen voor de maand. En dat ik gewoon mijn werknemers kan betalen. Dat is voor mij het idee van succes. Die grootse plannen zijn voortgekomen uit dit kleine apparaatje dat hij in eerste instantie ontworpen heeft voor de koffiezetapparaten op school. Je kan instellen wanneer het aan en uit gaat. Je kan het laten leren wanneer het koffiezetapparaat het meest gebruikt wordt. Maar het meest belangrijke is dat je ook energie kan besparen op deze manier. Ik wek geen duurzame energie op, maar ik probeer juist te zorgen dat de energie die gebruikt wordt, dat dat zo min mogelijk wordt. Zelf verbruikt hij wel veel energie, want hij is gemiddeld 70 uur per week bezig met zijn studie en eenmanszaak. Desondanks is hij het nog niet zat. Eigenlijk de dingen die ik nu doe in de naam van mijn bedrijf, deed ik eerst om gewoon voor mijn plezier als hobby om er nieuwe dingen bij te leren. Dus nu kan ik dat combineren. Dus eigenlijk is het ook gedeeltelijk vrije tijd voor mij. En daarnaast is het meteen een lekker zakcentje als een bijbaan eigenlijk. Momenteel werkt hij ontzettend hard, met het idee dat hij het over 20 jaar wat rustiger aan kan doen. Tegen mijn 40ste heb ik hopelijk ook een gezinnetje en dan wil ik ook wat natuurlijk tijd met hun doorbrengen. En ik zie heel vaak dat er mensen, natuurlijk iedereen die werkt gewoon heel erg hard, maar ik zou dan juist dan zou ik een stapje terug willen zetten om wat meer aandacht te besteden aan het gezinnetje wat ik dan hopelijk heb opgebouwd. In de slappe was zitten op je 40ste dus. Maar nu een miljoenenbedrijf runnen is volgens Omar wat overdreven. Dat hoeft geen miljoenen euro's om mijn bankrekening te staan. Het gaat gewoon echt. Het is iets wat ik heel graag wil. Het ondernemen zelf. En als ik dan met genoeg passie doe, dan komt de rest vanzelf wel. Inmiddels heeft Omar 12 van deze systemen verkocht, waardoor dit bakje koffie een stuk duurzamer is dan voorheen.
Het was vandaag zonnig, warm, tropisch warm zelfs. Want overal in Zeeland kwam de temperatuur boven de 30 graden uit, tot plaatselijk bijna 35 graden. En we zweten en plakken de komende dagen nog wel even door, met code oranje zelfs morgen in Zeeland vanwege extreme hitte. Want morgen draait de wind namelijk naar het oosten, is er geen sprake meer van een koel zeewindje en wordt het dus warmer dan vandaag. Zondag wel iets koeler, maar nog steeds warm. En wat je bij dit weer overdag zeker niet moet doen, is heel erg actief zijn met Jeu de Boule bijvoorbeeld. Goedemiddag. Hebben jullie zin in een potje Jeu de Boule? Ja. Yes. Eindelijk mensen gevonden. Ja, en gelukkig was dit al voor de hitte opgenomen. Straks dus in Trots op Zeeland. Fijne avond voor nu. Smelt niet en tot morgen.